Goedemiddag op deze donderdag 15 juli. Er wordt hier gesnoeid, dus het is lawaai. Ik sta hier voor de kerk waar ik ook menig dienst heb geleid in Amstelveen. En ik ga even naar het Heempark. Ik ben hier bij de ingang Belladonna. Dat is de straatnaam. Even een kort ommetje, want ik ben vergeten mijn parkeerschijf voor mijn raam, autoraam, te leggen. Het is een Rijksmonument, de Braak. Ik ben hier in geen jaren geweest. Het Heempark in Amstelveen. Ik hoor net het afschuwelijke bericht waarvan je had gehoopt dat het niet zou komen. Dat Peter R. de Vries toch bezweken is aan zijn verwondingen. Dus zo'n snotaap van 21 is het nog gelukt ook. Ik kan er heel boos over worden. Even over straat, op de trottoir en dan kan je daar links weer ergens in. En dan kan je er hier weer in, de Braak. Oh. Pirea-laantje. Nou, de radio is vol van het overlijden van Peter R. de Vries. Ik zet de radio maar even uit, even ontspannen.
Was het leven maar zo eenvoudig als voor deze kleine meerkoetjes. Onbezorgd, onbekommerd springen ze van water op het blad en weer in het water. Ik ben echt wel aangedaan hoor. Dat je zo door zo'n snotaap in Amsterdam op klaarlichte dag wordt omgelegd. Je merkt wel dat je hier vlak bij Schiphol bent, Amstelveen. Er is een vluchtroute hier boven mijn hoofd, maar daar kan je je makkelijk voor afsluiten. Ommetje zit er weer op. Nog even met die meneer met de stok gepraat. Die is op een fietspad. Nee, op een wandelpad. Door een, ik zal maar niet zeggen door wie, maar door een persoon met een scooter aangereden. Die persoon die is doorgereden en deze man is dus nu gehandicapt. Ook zoiets. Mijn auto staat aan de overkant. Bij de kerk. Ik sluit af en mijn gedachten zijn nog steeds bij die aanslag. Weer opnieuw eigenlijk. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.
nostalgie. De Pauluskerk.